Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video en voor als je hier nieuw bent, welkom. Ik ben Maaike. Ik wil jullie allereerst echt super erg bedanken voor alle reacties onder mijn video van vorige week. En de mensen welkom heten die geabonneerd hebben op mijn kanaal. Het is echt zo erg omhoog gegaan. Ik ben zo dankbaar. Jullie hebben geen idee hoe erg dit mij helpt. En aangezien de ziektewet nogal veel losbracht bij iedereen en mensen hebben heel veel vragen gesteld over bepaalde diagnoses en hoe ik omga met bepaalde dingen. Dus ik dacht, ik neem dat gewoon mee in deze video en ik vertel er af en toe een beetje over. Waarschijnlijk neem ik het ook gewoon mee naar de volgende video's, want ik praat eigenlijk in elke video praat ik over mentale gezondheid en taboes. Dus mocht je dat interessant vinden, dan abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Het is inmiddels dinsdag en ik heb er al wat hele drukke dagen op zitten. Mijn beste vriendinnetje is namelijk aan het verhuizen en ik help zoveel mogelijk waar ik kan. Maar ik ben tussendoor dus ook aan het werken. En vandaag werd ik wakker en ik heb spierpijn door het sporten, want ik heb 2 dagen gesport achter elkaar. Ik weet niet waarom ik dacht dat dat een goed idee was. En gisteren heb ik dus geholpen met deel verhuizen. Dus daar heb ik nu ook pijn van in mijn lichaam en ik heb een beetje hoofdpijn. Dus ja, ik moet nu wel dus een beetje gaan uitkijken met mezelf. Maar goed, ik ga wel na werk dus weer naar mijn vriendinnetje toe om te helpen. Morgen help ik haar ook nog de hele dag. En dan ben ik donderdag vrij. En dan ga ik ook echt even helemaal niks doen. Ga ik ook even laten zien hoe ik een dagje bijtank. Want ik heb wel specifieke dingen die ik dan altijd doe. Zodat ik mijn batterij een beetje kan opladen. Maar goed, genoeg geluld. Ik moet nu naar werk, dus ik ga rijden. Het is wel best wel donker, dus vandaar dat mijn kwaliteit nu best wel slecht is. Sorry daarvoor. Het is nu woensdag en het is erg vroeg voor mij. Ik heb niet echt een routine meer, zeg maar. Als in, ik werk hele verschillende tijden, dus ik heb niet echt... Ja, ik moest vroeg wakker worden. Laat het daarop houden. Maakt ook niet uit. Ik ga nu vandaag mijn vriendinnetje dus weer helpen met het verhuizen. Het is de laatste dag. Ik weet niet hoe lang ik bezig ben. Maakt ook niet uit. Maar ik ga nu even lekker rijden. En dan gaan we aan de slag. Sorry hiervoor dat ik weer hier zit te praten. Ik heb nog niet echt de tijd gevonden om te zitten en even wat meer te hebben over de ziektewet en weet ik wat allemaal. Maar dat komt morgen, want morgen ben ik de hele dag vrij. I promise. Het is mijn vrije dag en het is tijd om een beetje op te laden. Het is nu 9:30 en ik heb nog niet eens ontbeten. Dat is voor mij laat. Ik had net echt een strijd in mijn hoofd of ik naar de sportschool toe ging, ja of nee. Maar ik weet hoe goed ik me daardoor ga voelen. Dus ik ga er gewoon naartoe en ik zie wel waar ik zin in heb om wat te doen. Dus ik neem nu een beetje kwark. Met Nola. Ik heb altijd deze. Van Holy. Of nou ja, altijd. Ik koop het alleen als het in de aanbieding is, want het is super duur. En mijn moeder zei dus dat de peren heel lekker zijn. Ik heb altijd echt problemen met peren. Als ik ze koop, dan duurt het echt 5 jaar voordat ze rijp zijn. Goed, ik ga hem er nu lekker doorheen doen. En ik ga alvast even een paar vragen beantwoorden van... Wat is dit onscherp? God, wat ziek eruit heb. Anywho... een paar vragen beantwoorden van jullie van de vorige week. Want er werd regelmatig gevraagd of ik al onderzoek heb laten doen naar autisme. Bedankt voor het meedenken in ieder geval. Ik heb hier zelf ook over nagedacht, namelijk
Omdat autisme bij vrouwen gewoon zich heel anders uit dan ja, bij mannen. Klassiek autisme wat iedereen standaard kent, zeg maar. Maar autisme is een spectrum en dat betekent dat er heel veel verschillende variaties zijn, uitingen, et cetera. Dus autisme is nooit op één bepaalde manier te zien, om maar zo te zeggen. Dus ja, ik heb er onderzoek naar laten doen. En daar is dus uitgekomen, zoals ik de vorige week dus al zei, dat ik dus hoogsensitief ben, chronisch vermoeid en nog last heb van mijn burn-out. Ja, wat vind ik er zelf van? Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet... Ik kon niet zoveel met die uitslag. Het voelde niet kloppend, om heel eerlijk te zijn. En ik heb het er ook best wel veel met mijn ouders over gehad. Van ja, wat moet ik hier nou mee? En ik heb het ook met mijn psycholoog over gehad. Ik heb ook een reactie ontvangen over dat ik me te vrij beweeg en dat ik daarom geen autisme kan hebben. Ik zou een beetje uitkijken met dat soort opmerkingen, want zoals ik al zei, autisme is niet maar één manier. En dat betekent niet dat autistische vrouwen zich niet vrij kunnen bewegen en niet zo open kunnen praten over hetgene waar bijvoorbeeld ik dan last van heb. Dat is niet hoe het werkt. Goed, maar terug naar dat onderzoek. Ja, ik twijfel dus een beetje of ik het gewoon laat zijn voor wat het nu is. En dat ik ga onderzoeken naar hoogsensitiviteit, maar ook naar ADD. Want mijn broer en vader hebben allebei ADD. Om te kijken of ik me daar, ja, of dat wel juist voelt, om het maar zo te zeggen. Of dat ik volgend jaar nog een keer een onderzoek laat doen. Maar dan bijvoorbeeld door iemand die gespecialiseerd is in autisme bij vrouwen. Maar aan de andere kant heeft mijn psycholoog dus ook uitgelegd dat hetgene dat ik zeg maar vertoon waar ik last van heb, dat het ook gewoon echt een nasleep is van een burn-out. En dat mensen die in een burn-out hebben gezeten, gewoon heel vaak dicht bij een burn-out blijven staan. Dat het dan gewoon een kwestie, of nou ja, gewoon, dat het een kwestie is om... Ja, te weten waar je grenzen liggen, hoe daarmee om te gaan en te accepteren dat je gewoon niet meer zoals eerst kunt functioneren. Dus ik hoop daarmee even een paar vragen beantwoord te hebben. En nogmaals, kijk ook een beetje uit hoe je bepaalde mensen wegzet. Want nogmaals, autisme is niet maar op één manier. Er zijn zoveel manieren en ik ben er ook echt van overtuigd dat nog niet eens alles bekend is daarin. Want ik denk dat het gewoon een groeiend iets is, zeg maar. Maar goed, ik ben nu bijna klaar met het maken van mijn ontbijtje. En ik doe altijd deze er nog op. Ik heb volgens mij iets van 8 pakken ingeslagen. Want ik vind het zo lekker op mijn kwark en in mijn havermout en zo. Dus ga ik er nog even op doen. Dan ga ik eten en dan ga ik sporten. Ik moest letterlijk bij het raam gaan staan omdat het zo donker is in huis en het is letterlijk 4 uur. Goed, ik ga nu even de tijd nemen om op iedereen te antwoorden onder mijn YouTube video van vorige week. En het zijn 30 reacties. Dat is misschien in jullie ogen niet zo heel veel, maar op YouTube is dat best wel heel erg veel. Dus daar ga ik nu gewoon even de tijd voor nemen en ik ga denk ik even lekker in bed liggen. En ik ga dus nu ook nog
een TikTok plaatsen, een reel plaatsen, een short plaatsen. Dus ja, het is heel veel werk, want iemand had ook gereageerd van hey, misschien kan je overwegen om te stoppen met social media. Die snap ik echt heel goed. Ik heb er zelf wel eens een keer over nagedacht van is dit allemaal waard, maar ik heb zoveel plezier in het maken van content dat ik dat gewoon echt niet los wil laten. Ik was in het begin echt wel heel erg streng voor mezelf, dat ik super veel moest filmen, elke dag moest filmen, maar nu film ik gewoon echt dingen, ja, dat ik letterlijk iets aan het doen ben en wat interessant is, zeg maar. En TikTok video's is niet heel lastig. Ik zet gewoon op één moment mijn camera aan voor een paar seconden en dat is content die ik gebruik. En veel teksten die ik schrijf op TikTok, die haal ik uit mijn journal waar ik elke dag in schrijf, dus het lijkt heel veel werk. Het editen is wel heel veel werk, maar ja, het is een soort van hobby. Dus ik ga er zeker mee door. Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend. En ik ga de video afsluiten, maar ik merk dat ik zoveel meer wil praten over de ziektewet en over een burn-out en noem maar op, dat ik gewoon eigenlijk te weinig tijd heb in deze video. Dus wederom ga ik het meenemen naar volgende week ook. Ik wil wel eventjes één ding aan de aandacht brengen. Iemand had hieronder gereageerd met hele interessante informatie over een burn-out. Dus ik zou zeggen, heb je in een burn-out gezeten of zit je erin of heb je er nog steeds last van? Lees dat stuk even. Ik weet even niet meer zo goed wat de naam is, maar ik zal het hieronder even zetten zodat je het goed kan opzoeken. Dat was echt super interessant. Ik ga mezelf daar ook in verdiepen, want ik kende dat zelf dus ook nog niet. Maar goed, ik ga dus voor nu de video afsluiten en ik denk dat ik het volgende week ga hebben over hoe ik in de toekomst verder ga met werk en mijn energie inplannen, et cetera. Omdat ik daar best wel een plan voor heb gemaakt en dat ik daar nog steeds mee bezig ben. Omdat ik nog maar een jaar recht heb op de ziektewet. En je daarna of deels wordt afgekeurd of wordt afgekeurd of je moet gewoon weer aan de slag gaan. Ik weet verder niet zo goed wat de andere richtingen zijn, maar daar ga ik me ook in verdiepen. Maar voor mezelf heb ik nu al een plan opgesteld waar ik het aankomende jaar heel hard aan ga werken. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, dan zie ik je graag volgende week. Doei!